Bloemsappelingetjes van Justice Perkament is welkom bij een gloednieuwe aflevering. Een nieuwe match bij de UPAEL. Het is weer tijd om tegen de German Totebel te gaan. Ik wacht heel even. Oké, daar is een request al. Heel fijn. Dan even kijken. Moeten we wel een goede team kiezen. De German Totebel. En dan accepten. En dan gaan we naar het gevechtje toe. Het is tijd om weer eens te gaan vechten. Ik hoop dat ik het niet verneuk. Dat is eigenlijk het grote verhaal. Hij begint met Landerous. Even kijken. Dan beginnen we met Aurora Veil. Om eventjes die bescherming op te zetten. Even kijken wat Herm gaat doen. Nou Harm, doe iets. Doe iets. Oeh, Blastoise. Ja. Die gaat hij natuurlijk mega, hè. Een beetje dat ik geluk heb. Dat hij niet al te veel raakt. Hij doet sowieso mega evolve. Huh? Scald, geen burn. Geen burn, nice. Oké. Okay. Ah ja. Dat is wel een volt op zo'n proef. Even kijken. Jolteon. Een Shadow Ball. Gaat hij sowieso naar eentje die Levitate heeft? Kan ik beter Steltrox opzetten? Want hij gaat sowieso switchen, hij laat me sowieso niet earthquaken. Dat bedoel ik, hij gaat naar Blastoise, hij gaat echt door earthquake wachten. Maar dat is mooi, want dan kan ik hier weer uit, dan heb ik de earthquake staan. Ga ik het beste doen? Ik kan terug naar die gaan, maar dat is niet handig denk ik. Ik kan terug gaan naar... Dunderus, alleen ook niet de 10 keer. Oké. Thunderbolt. Ik ben net gehad op het spinnen, dus dan zijn die dings weer weg, de stijl erop zo. Ah ja, dat had ik ook kunnen bedenken natuurlijk. Hij is ground flying. Een hele power ice doen. Dit wordt nog een spannend gevecht, heb ik al in de gaten. Wat is hier nog niet meer? Ah, dat is mijn. Hoppatee. Oké. Doe toch daar wel veel. Oké, doe ik voor nog 2, oké. Oké, ja, dit doet echt heel weinig. Hij doet bijna net zoveel als ik. Nou, dat is niet helemaal waar. Wil ik Moonblast of meer doen dan? Nee, ook niet. Dan moet ik dit gewoon blijven doen. Prima, dan blijven we dit doen. Special Defense is iets omlaag gegaan, dat is wel iets minder leuk. Ah, en heeft hij recover, dat is goor. Ja, met wie kan ik hem dan meer hitten? Niet echt met iemand. Oké, hij doet recover, oké. Nice, oké. Ja, dat zat er natuurlijk wel in. Maar ik ben sneller, dus is hij dan dood? Dat is de grote vraag. Even kijken.
Hij heeft 42 net. Oeh, dan is hij na de potion dood. Oh, dat is goor. Met Velstingen. Ja, Velstingen is een stuk minder goed natuurlijk. Oh ja, wat zal ik dan doen? Zou hij switchen? Ik vertrouw het niet. Oké. Okay. Kijk, hij switcht. Ik zie Celebrate. Speed is sowieso hoger. Is het slim of niet? Oh, oké. Okay. Ja, dan is het dood natuurlijk. Oh nee, het valt mee. Oh, oké, dat valt mee. Maar nu gaat hij switchen. Toch nog een keer proberen. Oké, okay, nice. Oké. Okay. Oké, okay, dat was een good call. Moet ik hem free proberen te... Nou, dat is wel een goede keuze van. Ik moet hem dood laten gaan, want dan kan ik free dingen erin zetten. Free B-drill. Wel stingen. Niet goed genoeg. Oh, ik had echt gehoopt dat hij beter was. Ja, dit wordt nu... Er vallen allemaal papieren. Ja, wat kan ik nou nog tegen deze bitch dit doen? Freeze dry. Oké, okay, tweede dood. Zal die nu komen? Orlando heb ik Blizzard. Voor Porygon die heeft hem 33%. Ik weet niet of ik daar nog wat iets mee kan. Dan kan ik het best ook Blizzard doen. Oké, okay, voor die heb ik niks. Zal ik Aurora Velen nog? Oeh, hij belly drumt. Oh, dat is goor. Nu, ah, dat is goor. Hij zal niet dood zijn. Oh, en hij mag nog eerst ook. Hoezo dat dan? Hoezo mag hij als eerst? Dan sla dat nou weer op. Ja, er zit die Jolty in natuurlijk. Nou, kom. Lando, oké. Okay. Hij is sowieso sneller, dus...
kunnen alles, van alles proberen. Dan had het ding ook dood geweest als ik het niet had gedaan. En hij doet die natuurlijk. Oh, dan heb ik ook een goede ding voor. Ah, ik zou dan. Maar dan merk ik sowieso als eerst. Dus als het goed is, is hij dan ook dood. Ah, oh, nee, kut. Oh, met potion eraf. En dan mag ik weer Ice Shard, want Ice Shard is weer priority. Is hij dood? Oké, okay, nice. Jolteon. Ja, Jolteon, het enige lastige is dat als Jolteon komt, wil Jolteon mijn, hoe heet het, als hij voor mij is, dus hij is sowieso sneller, dat hij me dan killt. Dat is het enige wat nog kan gebeuren, zeg maar. Als hij Lindoris komt, doe ik Ice Shard en ik denk dat Lindoris dan dood is. En als Jolteon komt, moet hij genoeg schade doen om mij te haten, zeg maar. Nice, oké, okay, nu komt de Jolteon. Hier ligt het aan. Hier ligt het aan. Of die me killt. Oh nee, hij killt me met Hidden Power. Dat is zo goor. Oké, okay, well played. Well played. Oké. Okay. Bedankt voor het kijken van deze match. Helaas heb ik verloren. Ik hoop dat ik de volgende keer win. Bedankt voor het kijken. Adios, amigos.